John Cockerill is een engineeringgroep met meer dan 5000 medewerkers. We zijn internationaal actief en heel sterk bezig met energietransitie, zowel green hydrogen, ook concentrated solar power en integrated renewable solutions. Met deze laatste activiteit ontwikkelen en bouwen wij microgrids en green charging hubs voor industriële en logistieke spelers. Het voordeel van deze oplossingen, die bestaan uit grote zonneinstallaties, batterijen en EV-chargers en gestuurd door ons energiemanagementsysteem, is dat ze toelaten aan klanten om de energiefactuur te laten zakken, de TCO te verbeteren en ook de CO2-footprint te minimaliseren. We hebben een aantal zeer sprekende referenties. We hebben het MIRIS-project, dat is een microgrid in Serrain dat we in 2018 gebouwd hebben. En we hebben ook een heel mooi project dat we nu in volle uitvoering zijn en binnenkort in dienst gaan nemen bij WDP in Zelk. En de eindgebruiker VPD gaat hiermee 40 elektrische trucks laden. Hoe ver kan het net dit aan als we allen gaan rijden met elektrische vrachtwagens? Dus initieel zal het net het waarschijnlijk nog wel kunnen volgen, maar als we in grote getalen gaan elektrisch rijden met trucks, dan gaat de belasting voor het net zo groot worden dat er gridverzadiging gaat optreden. En daarom is ons soort oplossingen, green charging hubs met batterijen gecombineerd, laat toe om peak shaving te doen en om eigenlijk het net minder fel te belasten. Est-ce que vos solutions permettent d'avoir l'énergie disponible au moment du chargement de nos camions? Onze oplossing gaat ook een batterij gebruiken en daardoor kunnen we de elektriciteit opslaan als er zonne-energie opgewekt wordt. En die kunnen we dan 's avonds gebruiken voor het opladen van de trucks bijvoorbeeld. Die batterij dient niet enkel voor timeshift, maar gebruiken we ook voor extra diensten zoals frequentieondersteuning van het net. En dit geeft extra inkomsten waardoor de business case verbetert.